Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik neem dit een beetje laat op, want ik zit in het overwerk. Kan gebeuren, hè. Zeker in de berging komt dat wel eens voor. Helemaal niet erg trouwens, want het werk is hartstikke leuk. Het was een rustige week, maar toch wel mooie meldingen. Meldingen waar jullie best veel om gevraagd hebben, die ik jullie eindelijk kan gaan laten zien. Dus ik denk dat dat heel positief is. Dus gaan we snel even de statistiekjes doornemen en dan gaan we beginnen met de video. Even kijken hoor. Vorige week hebben we 442 ongevallen gehad. 2562 mensen met pech. 63 onbeheerde voertuigen, waar trouwens best wel veel vraag van ze. Wat is nou onbeheerd? Nou, onbeheerd is een auto die op de vluchtstrook staat, of op de rijbaan, maakt niet uit, die ergens op de snel- of een N-weg staat en waar niemand meer bij is. En heel vaak is dat of mensen die hem achter hebben gelaten omdat ze helemaal klaar zijn met die auto. Dat komt letterlijk wel eens voor. Of mensen die dan benzine zijn gaan halen en weten niet dat je gewoon gratis van de weg af wordt gehaald. Zoiets is dat meestal. Dus vandaar die 63 onbeheerde voertuigen. En als laatste hebben we 800 precies aan loze ritten voor niks gereden. Altijd zonde, maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Dus veel plezier met kijken naar de video en ik zie jullie zo bij de eerste melding. Barendrecht met Tim, goedemiddag. Dag 2 in ons nieuwe gebied en voor mij eigenlijk oude gebied. En we gaan onderweg naar net voor de Benelux tunnel. Daar zou een ongeval gebeurd zijn. Dus gaan we eens even kijken hoe erg het is en wat we kunnen doen. Gelukkig waren we vlakbij, dus we zijn er snel. En dan zien jullie zo wat daar is gebeurd. Het zijn natuurlijk de welbekende stukjes, hè, waar jullie me nu zien rijden. Van alle, wat is het, 46 video's denk ik van hiervoor. We moeten naar 71.4. We zijn nu op 75. Oh, 71.1. Hier is het. Op de vluchtstrook. Let op, ongeval. Goeiedag! Wat, oh ja. Oké. Okay. Dit is de enige schade die u heeft. Ik er wel, ja. En hij? Dat weet ik niet. Ik ga eens even kijken. Ja, anders gaan we naar de afrit. Ja. Dan staan we een stuk veiliger om daar even de formulier te zitten. Ik vind het best. Ja, ik loop even naar die man. Goeiedag! Spreek Nederlands? Ja, een beetje. Een beetje, oké. Okay. Heeft u schade? Ja, daar. Ja. Ja, alleen kras, alleen dit. Ja. Oké. Okay. Dan mogen jullie naar de afrit om daar even formulieren in te vullen. Wie hier zo. Nee. U en die meneer. Hier zo naar de eerstvolgende afrit. En dan daar even formulieren invullen. Niet op de snelweg. Oké. Ja? Ga ik even Rijkswaterstaat bellen. Hoi, met Tim Baandrecht. Oh, nou, de WIS staat hier al, dus ik heb je eigenlijk niet meer nodig. Ja, ik had niet gezien dat de WIS al aan kan lopen, joh. Ja, pas nog.
Oké, doei. Hallo. Gewoon rijbare schade, wat krassen. Okay. Dus ik heb al gezegd tegen die meneer ook, we gaan naar de afrit en dan even op de parkeerplaats formulier invullen. Hij gaat al. Ja. Nee, ja toch, want het is een stuk veiliger. Ja toch? Ja. Als u achter hem aanrijdt, dan kunnen jullie formulier invullen en dan moet het goed komen. Yes. Ook goed. Tuurlijk, zal toch wel? Ja, volgens mij vervond het niet alles. Nou, hij sprak tegen mij wel Nederlands. Ja? Succes! Nou, de schade viel hartstikke mee, dus we hebben de mensen doorgestuurd naar de afrit. Kunnen ze daar zelf de formuliertjes invullen? Dit is trouwens het geluid wat ik hoor als er een melding binnenkomt. Dus dat kan je niet missen, ook niet s'nachts. Maar in ieder geval, we hebben die mensen doorgestuurd naar de afrit. Kunnen ze daar zelf de formuliertjes invullen? En dan denk ik wel dat het weer goed gaat komen. Allebei rollen ze gewoon. Jeetje, wat een herrie allemaal in deze auto. Ik rij even tijdelijk op een DAF. Maar dat is een iets nieuwer model dan wat ik hiervoor had. Dus er zitten hier allemaal veiligheidssystemen in. Die lane assistance en adaptieve cruise control. Dus wel, rijdt wel goed. In ieder geval, ik zie u straks weer als er weer wat gebeurt. Zo, we gaan richting de Benelux tunnel voor een voertuig met pech. En daar zit altijd een soort haast bij. Want zoals jullie onderhand wel weten, dat is de slechtste plek om met pech te komen staan. Dus we gaan snel die kant op en die mensen verlossen van de stress die ze waarschijnlijk nu hebben. Tot zo. Daar in de verte, ja, tenminste zo heel ver is het niet, maar daar gaat Rijkswaterstaat al. Die gaat naar dezelfde melding als ons. Want die krijgen voor onder andere de tunnel en zo natuurlijk prioriteit. Dus we gaan die kant op. De kruisen staan er al op, dus de tunnel is afgesloten. Zeker omdat het nu zo rustig is, dan wordt er gewoon geen risico genomen en dan sluiten ze lekker de tunnel af. Overdag zullen ze dat minder snel doen, omdat toch doorstroming op een stipte nummer 2 staat ten opzichte van veiligheid. Maar nu maken we voor de doorstroming natuurlijk niet zoveel uit. Zit niemand in? Helemaal niemand. Zal ik helpen? Ja, we zullen wel ergens hier de tunnelbuizen of de... Ik denk dat ze hier heen gaan. Ja. En op een of andere manier misschien uit de poppie zijn gelopen. Gok zo worden wat het probleem is. De sleutel zit zeker niet in. Ik ben niet meer vervullen. Ik ga het eventjes... Zelfs de sleutel zit erin. Oh, is niet bang? Dus ik denk, ja, ik moet even kijken, maar ik denk dat het tank leeg is, of niet? Nee. Nee, niet eens. Ik bel even de OC politie, kun je het kenteken vandaan trekken. En ja. Als er niks is, dan neem ik mee. Dat is goed. Die auto is achtergelaten. Want anders, hij zal het pech hebben. Maar ik probeer eens over te zetten. Zou jij... ik heb ook zijn kenteken. Misschien kunt u die ook even vragen, weet je wel. Dat is... Maar hoe ver kan je ook zijn in zo'n korte tijd? De politie heeft hem aan de lijn gehad, hoor ik net. Oh. Dus waarschijnlijk is er niks meer aan de hand, maar voor de zekerheid. Kun je nou, dan ga ik... Ja, zal ik hem alvast erop zetten dan? Of wil je even antwoord afwachten? Wacht heel even. Ja, is goed. Dus ga ze even navragen en binnen 2 tellen gaan ze draaien. Ja, is goed. Oh. Dat levert de instelling niet meer op, zeg maar. Nee, is ook zo. Dus er zijn heel veel mensen in de weg staan, zeg maar. Nee, het is nou niet zo druk. Nou is die tunnelafsluiting niet erg. Nee. Daar gaat nou geen file veroorzaken.
Ja, dat moet wel heel raar lopen. Ja, dan moet er echt wel geks gebeuren, ja. Maar hoe bevalt het? Ja, goed man. Ja? Echt een leuk bedrijf. Dan bij Reus? Ja, het past denk ik wel beter bij me. Meer op de snelweg en zo. Ja. En een groter bedrijf, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Dingen wat beter geregeld misschien. Ook. Ja, ik geloof het wel. Regelen dat die vent, weet ik veel, als hij hier in de buurt staat. Ja, dan wil ik met alle liefde. Ik weet even... meteen daar neerzetten, denk ik. Ben jij er ook maar vanaf? Waar? Nou ja, weet ik veel. Wijzen van jij moet zo meteen weer terug naar Barendrecht. Dan kom je langs Vlaardingen. Als je ergens met die vent kan spreken, ergens in Vlaardingen, bij wijze van. Ja, dan moet hij wel contact met ons opnemen. Dat klopt. Want ze kregen nu weer een belletje van de politie. Dat ze waarschijnlijk. Oké. Okay. Ja, maar ver kunnen ze ook niet zijn. Nee, joh. Want als je hier naar boven gaat, dan kan je alleen zeg maar zo naar Schiedam. En dan zo loop je naar die BMW die. Juist. En dan kan je zo richting, je hebt natuurlijk een pompje, een Shell bewijs van ofzo. Ja. Ja, dat is het probleem niet. Hij heeft nog benzine. Dus dat is dan wel het probleem. Heb je een zaklamp? Ja, een auto. Zijn knipperlicht hangt ook los, het is wel geraakt. Nee, dat niet. Alleen zijn lampje los. Dat toevallig laatste eentje bij de 13. Bij 14 of zoiets. Inhaal met je in de weghaven. Ja. Daar staan ze ook vaak dronken, jongen. Ze zeiden dus vaak dat het. Ze zeiden gewoon van ja, weggevalletje, rijd er maar heen. Ja. Dat was op de plaats. Ja, dat is een goed job. De kant op en die komt met te plaatsen. Nog een auto te plaatsen. Berger te plaatsen. Politie te plaatsen. Ambulance te plaatsen. Ik zeg, dat is geen pechgeval. Dat is geen pechgeval. Die vent had dus kennelijk had hij in de keteltunnel op links en rechts. Ja. Dus ergens de tunnelwand geraakt. Heeft hij niet doorgehad. Is doorgereden. Hij moest naar Reenweg. Ja. En hij kwam op de 13 kwam hij uit. Ja. Dus hij is al eens helemaal goed gegaan. En die vent, nou, waarschijnlijk iets met zijn hart of iets met suiker of iets in de richting. En niks doorgaat. Tegen de tunnelwand? Ja. En niks doorgaat. Heb je geluk dat hij niet eens gaat spinnen? Ja, hoi. Deze velg heeft hij net gemonteerd, denk ik. Nou ja, hij heeft geen losgelopen wiel, dus dat is het niet. Die anderen liggen nog achterin, die ouwetjes. Eigenlijk net vanaf, man. Ja. Hier echt heel veel mensen. Mijn stem is een beetje naar de klote. Een vrouwtje die loopt te hoesten alsof het een zeer is. Het is een kleine meid van mij die... Ik heb 6 dagen koorts gehad. Ja, een kleine meid van mij ook. De hele week. Zo. Ik heb ook niemand gezien. Moeten ze maar even bellen als ze eruit komt? Ja. En dan hoop ik dat ze eigendomspapieren en zo hebben, anders mogen ze niet eens meegeven. Hun probleem met jou. Ja. Toch? Nou goed man. Zie je weer. Hoi. Doe even mijn pet achterstevoren, dan zien jullie misschien mijn gezicht beter. Ik ben nog even naar het naastgelegen industrieterrein geweest. Wat je zeg maar naast de Benelux tunnel hebt. Om te kijken of ik daar iemand zag lopen voor die auto. Maar ik heb niemand gevonden, dus... Ik heb mijn best gedaan. Gaat hij nu toch mee naar Rome? En dan kan hij daar afgehaald worden. Dan zullen die mensen een taxi of iets moeten nemen die kant op. Maar ja, ik kan hier natuurlijk ook geen uren rondjes blijven rijden. Dus we gaan terug naar Rome en dan gaan we hem daar afzetten. Ik hoop dat het een beetje te zien is zo. Ik heb dat ding voor om mijn raam heb ik per ongeluk kapot gemaakt. Maar er is dus net uit de Drechttunnel onze ongeval gebeurd. 2 voertuigen staan op rijstrook 1. Nou, daar gaan wij nu naartoe. Je wilt vaart minderen.
normaal. Niemand gewond? Niemand gewond, alleen de caddy rijdt niet meer. Ja, nou goed. Daar ben ik voor, dat komt best goed. Jij hebt toevallig een schade van hier bij. Ik durf niet zeggen, ga zo even kijken. Airbags uit? Zeg je? Geen airbags uit? Nee, hè? Nee. Rijdt die nog? Niet geprobeerd, maar okay. Ik denk het wel. Als ik zo ben overgenomen door Rijkswaterstaat, dan gaan we even kijken of die nog rijdt. In dat geval kunt u gewoon zelf naar huis. Ja, precies. En jou ga ik dan meenemen. Ja. Ik ga even mijn telefoon halen, leg nog in de auto. Ben zo terug. Deze. Nee, ik heb niet gekeken. Sorry? Waar zit die handrem met deze? De handrem zit links bij je voet. Oh. Zit de pedaal? Ja, ik heb ook even moeten kijken. Nou, die mag gewoon lekker verder. Mevrouw mag zelf verder hoor. Ja, ik moet even een formuliertje van de rijchef achter jou. Ja, dat is goed. Gaan we naar Zwijndrecht. Oh, naar Zwijndrecht. Maar ja. Ze zit nog maar 20 kilometer voor naar Betellen. Dus het is een elektrische auto. Ja. Dus ik weet niet of ik het alweer terug naar huis haal. Dat durf ik ook niet te zeggen. Ik weet niet of daar een paal in de buurt zit. Maar ons depot is in Zwijndrecht. En dan moet ik hem gaan afzetten. Want ik moet daarna zelf ook beschikbaar weer zijn. Anders moeten jullie even gegevens uitwisselen en op een later moment de formulieren doen. De sleutel lag erin. Dus dit de sleutel. Nu. Waar had jij de sleutel neergelegd? Zeg je? Waar had jij de sleutel neergelegd? Ben ik erop gaan zitten? Ben ik erop gaan zitten? Of ik heb hem in de zak gedouwd? Ik denk het wel, want ik zie hier helemaal niks. Ik kan wel in mijn zak gedaan. Ik kan net nog op de stoel liggen. Aha.
waren weer een andere auto. Dus ja. Hoi hoi. Mag je voorzichtig aan de bijrijderskant instappen? Ga ik even daar staan? Ja. Stop maar in. Nou, het ongeval viel alles bij elkaar toch wel mee. Eentje kon zo verder en de andere hebben wij meegenomen naar het depot. En op het depot was eigenlijk gelijk het bedrijf waarvoor de jongen werkte om die auto weer op te halen. Dus die zal ook zo snel mogelijk weer gerepareerd worden. Gaan wij even een hapje eten en kijken of er vanavond verder wat gaat gebeuren. Vorige keer had ik Patrick in beeld meegenomen en volgens de reacties was dat best wel leuk. En nou had Patrick het idee van is het niet leuk om elke week een kijkersvraag te gaan beantwoorden. En aangezien ik de kennis daar niet voor heb, maar Patrick wel, is die weer in beeld. Dus de meest gestelde vraag over zeg maar de gehele periode dat ik nu filmpjes maak is wat voor uitzonderingen heeft een bergingsauto op de weg? Of wat voor vrijstelling. Dat is een hele goeie. We hebben er eigenlijk twee uit mijn hoofd. We hebben er eentje voor het rijden over een vluchtstrook. Ja. Maar dan moet je wel, volgens mij, alleen maar als je bij de SIMN gelieerd bent, oftewel je werkt voor de Rijkswaterstaat, dan mag je, als je naar een ongeval rijdt, over de vluchtstrook. Met een klein snelheidsverschil. Dus niet keihard racen zoals je sommigen ziet doen, maar gewoon netjes rijden. Hoe netjes jullie mij dus altijd over die vluchtstrook zien rijden? Ja, inderdaad. Zeg maar rond de 30 kilometer verschil, maximaal. Ja. Dat is in ieder geval een ontheffing die we hebben, of een vrijstelling, zeg maar, dat mag. En wat hebben we nog meer? Tachograafplicht. Als we naar een eerste berging gaan, dan hoef je geen tachograaf. Nee, oké. Okay. Oftewel, wel code 95 opgeleid zijn, maar de pas hoeft er niet in. Dus als er nu wat gebeurt op de A15 en wij rijden daar naartoe, hebben we geen tachograafplicht. Gaan we de auto vanaf hier naar een garage brengen? Dan wel. Dan wel. Ja, en dan moet dat netjes erbij gehouden worden en geregistreerd, want dan val je gewoon onder de rijnrestaurant. Ja, oké. Okay. En wat ik heel veel voorbij heb zien komen, of wij te hard mogen rijden, of wij door rook mogen rijden, nou, dat is dus niet zo. Nee, maar er is wel een beetje een kanttekening aan, want zoals je weet, bij heel veel op- en afritten heb je ook een stoplicht. Ja, als wij dan ook voor rood gaan staan, je moet toch een keer erheen. Dat is zeker waar. Maar uiteraard wel zo veilig mogelijk. Alles draait om veiligheid. Altijd op nummer 1. Juist. Nou, mooi. Bedankt. Alsjeblieft, tot volgende week. Tot volgende week. Ik zit al helemaal in de startblokken, want wij kregen net, tenminste, we zagen net op P2000 dat er een vrachtwagen in de brand stond hier op de A15. En mijn baas, jullie kennen Patrick, dat is de ene werkgever, en Jaap is de andere werkgever. Die runnen met z'n tweeën bedrijf. Maar in ieder geval, die doet 's avonds en in de weekenden vaak de CNV, de vrachtwagenbergingen. En ik had hem al even een bericht gestuurd. Als wij hem krijgen, bel me, want dan ga ik mee. Dus hopen dat hij zo belt en dan gaan we die kant op. Maar ergens heb ik er wel een goed gevoel over, dus we gaan het zien. Wat zijn deze mensen aan het doen? Rijstrook afgesloten voor 0 meter. Ik kan hier niet keren, mevrouw. Ik ben op een snelweg. Of misschien dat Rijkswaterstaat dat even zegt. Ik zie hier allemaal mensen achteruit rijden. Wacht even de wc bellen. Hey Laszlo met Tim. Ik ben onderweg naar die vrachtwagen in de brand. Maar er rijden allemaal mensen achteruit de vluchtstrook af met personenauto's. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar... Ja, nee, ik denk dat het goed is om de verkeer van daar is het afgekruist. Ja. En ja, dat had ik ook, want ik heb het ook wel op de start van de video opgezet. Ja, dat doen we wel. Ja. Ik denk, ze proberen terug te steken naar de panorama, zeg maar, van 15. Ja, maar dat gaat wel veel problemen veroorzaken, denk ik. De brand is uit. Wat informatie met de ja, met Tony en met de uitlaat. Dus zie je eigenlijk een beetje mee. Dus, oké. Okay. En we blijven nog op de vrachtwagen. Dus het is helemaal niet gefixt. Is goed man, we gaan hem weghalen. Ja, je bent gemiddeld zin, maar niet in. Sorry? Dat is wel een applaus. Je bent gewoon met een...
Ik ben met een kleine auto, maar Jaap die komt vanaf Rozenburg met die zware auto. Oké, ja, ik ben op de vluchtstrook. Dus maar daar rijden allemaal mensen achteruit terug naar de A15. Dat is denk ik alleen gevaarlijk. Oké, is goed. Yo. Hoi. Wat doen deze mensen allemaal? Zoiets heb ik nog nooit gezien, s'avonds. Bij een ongeval, dat mensen achteruit eraf rennen. Of eruit rijden. Mensen achteruit over de vluchtstrook aan het rijden. Hallo. Hey. Ja, die laatste materiaal van de tussen de cabine en de achteras, een beetje olie bij. Lag in de roken. Niet gebrand. Nou ja, de rechtse kant is wel koud. Dus ik wil niet meer aan de stad eigenlijk. Nou, de advies was van de brandweer om sowieso niet meer te starten. Want dan hebben we de kans over de olie als we hier naar de pianist lopen gaan. Dan hebben we een mooie probleem. Maar heb aan deze kant gebrand of aan de andere kant? Ja. Dat is niet heet geworden. We gaan eruit rijden zeker. Ja, iedereen rijdt achteruit namelijk. Ja, zo. En overal mensen op de weg. Ja. Ze zijn allemaal net. Het duurt te lang, hè? Nee, ze zijn allemaal terug gaan rijden. Ze zijn allemaal hierheen gelopen om te kijken. Dit is wel de laatste. Ja, dat is allemaal weinig. Maar inderdaad, ik kwam ze allemaal gewoon in de achteruit. En dan in die kano probeerde de een nog te keren. En dan mensen ook. Ik heb ook nog een ja. Hadden wij ook geen zicht op joh vanaf hier? Nee. Nee, nee, nee. Maar ik had gelijk verkeerstralen gebeld. Ze luisteren dan. Er komen allemaal mensen achteruit hier. Ja. Want die gaan daar weer proberen in te voegen naar de Hoofdrijbaan of naar de vier toe. Dat, ja. Als er dan twee op elkaar klappen. Ja, dat willen we ook niet. Nee, precies. Ja. Ik heb een ander shirtje aangedaan. Oh. Ja, ja. Zo vaak zit ik hier niet, maar die ene keer dat je bent, ik kan jou toen op de 20 jaar. Ja, dat kan wel. 20 naar de 4 toe. Maar je bent nou weg bij... Ja, het gebied hier is zoveel groter, zoveel meer uitdaging. Dat, klopt dat niet. Zoveel mensen die over de vluchtstrook lopen. Ja. Ik ben gelijk op de deur, Dit heb gebrand. Althans, gebrand. Ik breng je waar jij wil. Het is goed heet. Oh, die duurt zijn niet in je record voor een spreek jij toch ook goed? Ja. Zou de politieauto aan de kant mogen, alsjeblieft? Dat mag zeker. Werk gesloten? Hé, hey, daar hebben we er een hoor. Kijk, hij twijfelt al. Hij denkt, shit. Hij gaat gewoon terug hoor, let hem maar op. Hij gaat terug. Hij mag ook onze. Ja, achteruit over de snelweg. Ja. Oh nee, nee, hij komt wel. Hij komt eraan, hij komt eraan. Dat moet, ja, dat moet hij gewoon. Ik laat hem even hierheen komen. Je moet wel even je bus opzij zetten, Wes. Ik ga wel als rijden. Nee,
Let op. Er stonden geen kruisen. Ja, nee, wedden. Dat wordt het natuurlijk. Die stonden er niet. Nog één. Man, man, man. Hier word je niet vrolijk van. Ik was even de sensatie aan het bekijken. Ik ben voor jou, sorry. Deze erin draaien? Ja, gewoon erin en dan daarna even aandraaien met de sleutel. Rijken we nog vast op de plat. Ja. Kruisrijden. Zijn je? Kruisrijden. Ja, ja, komen we allemaal door kruis heen. Shit. Ja. Ja, ja, het wordt weer oké. No problem, mate. Zo ver mogelijk erop? Ja. Dan dat die haken zeg maar zo zit. Hoe? Dat je in kan haken zo. Oké. Okay. Ja. En dan die aandraaien. Ja? Hele rijme mensen die door het kruis komen, krijgen allemaal een boete. Dank u wel, politie. Maar ik vind wel oprecht dat ze er nou gelijk wat aan doen. Dat is wel beter, man. Ja, dat zou ik voorzetten. Niet wegkennen, nee. Kijk, nu ga ik natuurlijk even bekijken hoe jij dat doet, hè. Want dit is mij allemaal nieuw. Ja, dat is goed. Heel goed kijken. Nou, deze kan je gewoon stellen. Met die pinnen. Ja. Ik kan zelf stellen hoe breed je hem wil hebben. Ja, want dat ding dat valt hier overheen. Ja. En maakt het dan nog uit of hij binnen of buiten doet, of niet? Nee, maakt niet uit. Maar het is wel net hoe die uitkomt. Maar ik sowieso wel zien. Hoe ver schuift dat ding? Twee delen? Twee keer uit, ja. Dat is best ver. Dat moet ik wel, want als je een bus hebt, moet je ver. Ja. En de buitenste? Ja. Ik denk dat deze goed zit dan. Mooi. En dan die pinnen, die doe je hier doen. Hier zit het allemaal gaten. Even kijken voor welke die zit. Ja, en dan kan deze niet meer weg. Ik kan niet meer schuiven nou. Shit. Zie. Kardash! Ja, ja, it's in your car. Kavis? Oh, this one. Kardash. Kardash. Arkadash. Johnson. Johnson? What's that? Yeah. I jumped in. Oh, thank you! Ja, ga maar die andere maar. Doe ik ook nog wat? Ja, doe ik wat. Ja, hier, andersom. Andersom? Non, nee! Je noemt hem opzetten. Mooi speel! Ja, alleen nou nog die aandrijfas natuurlijk. Ja, dat is gewoon een plusje. En waar zit de luchtaansluiting nou met zo'n ding? Want bij vrachtwagens is dat makkelijk en bij bussen is dat altijd kut, toch? Ja, maar je moet weten. Bij bussen ook, je moet weten. Ja. Kijk, Renault is Volvo. Hier. Oh, dat is gelijk op de hoofdleiding, ja, op de voorraad ja, druk. Ja, de als je hier niet vult, ja. Dan moet je hem... Op de ketel pakken. Achter zit nog een leuk kapotje.
Motorkap open. Hoe is dat bij Renault? Gewoon trekken ook of is dat een hendel? Ja, mondvrij. How do you open this one? 1 minuut. Aha. Haki. Nog niet? Ja, volgens mij wel. Oh, ga voor. Ja, hij zit. Zal ik even laten zien wat ik nou aan het doen ben. Hier zo zit dus de hoofdleiding van het lucht. De vrachtwagen die draait niet, maar die moet wel lucht hebben, anders komen de remmen niet vrij. Dus we zorgen er nou voor met onze eigen lucht, dat deze vrachtwagen ook lucht heeft, zullen we hem daar mee kunnen trekken. Kijk. Dat is ventiel. Welk ventiel? Dat is een band. Weet ik veel. Kijk! Sibop. Sibop. Het is Sibop. Turkisch, Sibop. Yes. Hij noemt jou net vriend en jij... Ja, dat is Sibop. Ventiel is Sibop, Turks. Yes. Ja. Bah, sexy. Hoe dicht trek je hem er tegenaan? Ja, ik doe nou niet helemaal. Ik kan even ruimte maken dat je aan wordt gesteld. Ja, ik til gewoon heel die vrachtwagen op zonder enig probleem. Loaded? Zo, maar jij hebt me ook niet bang dat die buiten breken. Ja, maar dat is gekeurd allemaal. Hè? Ja, tuurlijk, maar... Ja, dat is allemaal gekeurd. Dan weet ik toch. Is het niet? Nee, doppie 22, waar die ligt nog niet. Nee, welke kast? Alle kast. Wat doe ik? Ja. Ik dacht, hij gaat weer roken, maar cirrose is net veel. Ja. Dat blijft hangen toch? Ja. Ja. Nou, we moeten hier kijken. Tip. Ja, zo kan ik het precies zien. Ietsje naar achter, niet schrik je. Wat? Naar achter. Die auto. Ja. Oh, ze ligt bij die buitenkant. Juist. Slim. Waar bind je niet aan vast? Gewoon een chassis met tie-raps of zo? Nee, ik trek hem er helemaal onderuit. Oh, je trekt hem er helemaal onderuit? Precies een luchtafwaar zit hier. Dus als ik hem opbind, dat is plastic, dan maak je dat allemaal. Ja, dat gaat verrot. Oh, ben jij toch sterk, hè? Niet normaal, hè? Tjonge, jongen.
En dan te beseffen dat dit gewoon de directie is, hè? Sta ik met mijn klauw in mijn zak en de directie staat te werken. Helemaal niks, ja. Dat heeft hij vaker gedaan hoor. Mooi hoor. Ken die luchtslang ook? Naar binnen wou ik zeggen. Jezus, er staat gewoon een hele file van mensen die bekeuring krijgen. Ja, zal ze leren. Ja. Maar die aandrijfas die wordt dus losgehaald, zodat normaal drijf je motor, drijf je wielen aan. Maar als je motor het niet doet, gaat je wielen je motor aandrijven of in ieder geval je versnellingsbak laten draaien. En om schade te voorkomen aan je versnellingsbak wordt altijd de aandrijfas losgehaald. Nou, dat heb Jaap nu net gedaan, zodat hij zonder schade gewoon vervoerd kan worden naar een veilige plek. We zitten met de kracht in zo'n ding, dat is niet normaal. Daar sta ik nog steeds versteld van. Sterk, hè? Het is niet normaal. Hij zegt, is voor YouTube, die camera. Waar moet die slang op dan? Die hoort op het gele handje van de trailer. Ja. Dan is die trailer ook gered. Geel is ook voorraad. Geel is commando. Ja, ik moet het weten. Ja, wat is dit dan? Ja. Sorry, hè. Dus als ik dan kijk, je vult nu de vrachtwagen met lucht vanuit mij. Ja. En die vult ook gelijk de trailer. Ja, precies. Alleen het mooie handje vult gewoon verder. Het hele systeem blijft nu hetzelfde. Alleen in plaats dat de lucht vanaf zijn compressor komt, komt hij vanaf mijn auto. En als ik dan mijn gele handje op zijn trailer doe, als ik dan rem, remt zijn trailer. Dan remt die auto remt niet, maar die trailer remt. Ja, omdat hij geladen is. Is dat wel zo. Ja, maar hij is het helemaal vol, hè, zei hij. Ja, is waar. Maar jij hebt geen handje eraan. Hoe ga je die aansluiten dan? Die ga ik wel pakken. Oh, oké. Nou, van alle markten thuis. Ja, dat is wel. Dat is geen niks. Hoppa, oké. Nou remt deze ook gewoon. Nou zorgen wij dus gewoon dat die trailer remt. De trailer remt wel. Ja, want als je stel hij is 50 ton, als hij echt max beladen is, en dat blijft doorduwen op jou, dat is best zwaar. Ja, precies. En ook is het dan nou een klein stukje, is gewoon lekker als die remt. Ja. En als je een noodstop moet maken, ja, dan is de remweg gewoon nog steeds even kort. Even kijken, daar is mijn lamp. Jouw lamp is daar. Op die boom stond hij net. Ja, met je afstand. Het lijkt best wel laag te halen. Nou, maar ook hier, de aangedreven as, die leggen helemaal in zijn wielkuip. Dat zag ik net ook al. Ja, dat ligt hier dus al even. Dat is boven, snel maar goed. Het is gewoon een hele lage auto, het is vol volume. Maar een beetje raar opgesteld. En kijk, dit is ook allemaal doorgesneden, zie je? Ja, als je het al gevoeld, het is wel allemaal vrij. Als je met een drempel natuurlijk elke keer spatbudder raakt. Ja. Gooi ik even geen lampjes op? Nee, hij rijdt achter jou, hè? Dan gaan wij naar het industrieterrein. Gaan we nog even afmelden bij de lui? Of? Ja. Even super doen zeggen. Ja, moet je kijken hoeveel er staan. Allemaal bekeuringen. Ja. In de vette zie je er nog één aankomen. Het blijft gewoon komen. Ja, bedankt. Hey, succes nog, bedankt. Goed bezig. Even kijken hoe die hele combinatie dan voorbij komt. De razen. Als dat geen mooie melding was. Het is al heel vaak gevraagd. Ik zal even de motor uitzetten. Het is al heel vaak gevraagd en het komt helaas niet heel vaak voor. Althans, het komt wel vaak voor, maar ik moet natuurlijk ook gewoon mijn eigen werk doen. Maar nu had ik de kans om mee te gaan, om jullie alles te laten zien. Dus ik hoop dat jullie dat waarderen. En dan was dit denk ik gelijk de laatste melding van de video. Dus, en zo niet,
tot zo. En anders zie ik jullie zo bij de aftiteling. Dat was het alweer. Het einde van de video. Ik denk dat ik niet gelogen heb als er dingen bij zaten waar jullie om hebben gevraagd. Patrick die natuurlijk nog even tussendoor kwam met de vraag van de week. Ik denk dat dat een mooie toevoeging is, samen met de statistieken natuurlijk die we nu elke week doornemen. Maar ik denk dat ook dat rubriekje met Patrick. En misschien een keer dat we ook een ander kunnen vragen voor uitleg. Dat best wel een mooie aanvulling is. Dus heb je vragen die je in die rubriek wil terugzien? Laat het vooral even weten. En dan zeg ik voor nu, maak die erger, Bellenberger. Tot volgende week.